Een van de grote spelers in de mobiele wereld is ZTE. Kennen we in Nederland helemaal niet zo, maar het is net als Huawei een heel erg groot bedrijf. We gaan onder andere op deze stand even kijken naar de Grand S. We staan hier op de ZTE stand en we kijken even naar de Grand S, een ontzettend mooie telefoon van ZTE. 5-inch scherm met een beeldverhouding van 1920x1080 pixels, heel erg kleurrijk. Maar wat ook vooral opvalt is hoe ontzettend dun dit toestel is, 6,9 mm. En ook de kleurtjes, de gele, we hebben een roze gezien en we hebben een zwarte. Als we even rondom lopen zien we hier de ingang voor de micro SD kaart. Hierboven de volumeknop. Bovenop zien we de ingang voor je koptelefoon aan- en uitknop. En hier pogo pins en nog de simkaart toegang. Als we hem omdraaien zien we zoals we gewend zijn bij elk 5-inch toestel een 13 megapixel camera. Met een beetje een bumper aan de achterkant. Dus als we van de zijkant laten zien kun je zien dat het camera gedeelte iets uitsteekt. En aan de voorkant zit een 2 megapixel camera. Ik zal hem even aanzetten. De user interface is zwaar aangepast. Het draait Android 4.1 op. Maar we houden bij ZTE heel erg van felle kleuren en veel 3D. Hier aan de zijkant zit een klein onscreen knopje. Als je dat naar binnen sleept, moet je het wel goed doen. Dan blijft hij staan en dan heb je verschillende menuknoppen. Dus kan je bijvoorbeeld naar de instellingen, terug of naar de laatst bezochte applicaties. Nou, zoals je ziet, het toestel is erg snel. Er ligt een Qualcomm quad-core processor in met een kloksnelheid van 1,7 GHz. Is ook wel nodig, want er gebeurt veel, veel 3D geweld. Ook aan de binnenzijde zien we dat alles behoorlijk aangepast is naar de eigen wensen van ZTE. Maar nogmaals, een ontzettend mooi toestel. Dit toestel zal in het tweede kwartaal van 2013 worden gelanceerd. En we hebben navraag gedaan en verwachten dat ergens in mei, juni dit toestel in Europa verkrijgbaar zal zijn. De prijs is nog onbekend. Ook ZTE gaat zich bemoeien met de hele grote telefoons, de zogenaamde tablets. Na de Note en de Mate van Huawei hebben we hier een 5,7 inch toestel onder de naam Grand Memo. Ook bijzonder aan het toestel is dat dit als eerste uitkomt met een quad-core Snapdragon uit de series 800 processor. Aan de achterzijde van het toestel, ik zal hem even omdraaien, zien we een 13 megapixel camera. Met aan de voorkant een 2 megapixel camera. Je ziet het, een heel groot scherm. Er ligt ook een behoorlijk grote accu in. Die heb je wel nodig wanneer je zoveel kleuren en dergelijke moet weergeven. Je ziet ook een ontzettend, in mijn optiek, lelijke een 3D-weergave van het voorscherm. We zien ook hier weer dat mooie knopje aan de zijkant waarmee je extra functies kan oproepen. Kijken we aan de binnenkant, ook weer dezelfde 3D-weergave van de app tray. Er ligt net als bij Samsung eigenlijk een zware eigen UI overheen. Het toestel zal uitkomen met een 16 gigabyte opslag aan de binnenzijde, 2 gigabyte aan RAM. Deze heeft een blauwe finish aan de achterkant. Wanneer we even om het toestel heen lopen, zien we aan deze zijkant de volumeknop. Hier valt ook gelijk de blauwe finish van de achterzijde op. Aan de bovenzijde de aan- en uitknop en de ingang voor je koptelefoon. Aan deze kant is er ruimte gemaakt voor allerlei aansluitingen. Hier gaat de SD-kaart in. Ik ben altijd bang dat die dingetjes afbreken. Hier gaat de SIM-kaart in en de laadkabel die gaat er aan de zijkant in. Aan de onderkant hebben we dus helemaal geen aansluitingen meer.